Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En het is nu 11:30 en Maaike komt zo mijn kant op. Want ik ben dus gisteren gevallen en mijn hele teennagel ligt eraf. En het is gewoon een beetje aan het ontsteken nu. En mijn hele teen is ook helemaal dik. En het ziet er gewoon niet goed uit. Maar goed, het ziet er gewoon niet goed uit en het blijft ook maar bloeden. En alles, het doet echt super veel pijn. Ik had gisteravond ook een beetje koorts. Dus we gaan gewoon even langs de huisartsenpost even ernaar laten kijken. Even... ook een tetanusprik halen, denk ik. Tegen al het vuil wat erin is gekomen en zo. Dus dat. Maar verder kan ik dus niet heel veel doen. Want ik ga er ook niet echt mee in de zon of zo. Ik weet niet. Dus ik moet maar even kijken wat ik verder ga doen. Want Maaike moet vanmiddag werken. Ik weet wel, Maud is om 4:30 klaar. Dus dan ga ik daarna lekker met haar. Oh, Maaike belt mij. Ik kom nu dus hierheen. En dan gaan we eens even naar de huisartsenpost. Ja, dit is heel bijzonder. Onder de douche met wat water voor ons schoonheid. En dan laat het eventjes zacht worden. Ja, door het water. Ja, precies. Dank je. Nou, Roos. Nou, lekker aan het koken met de meid. Tenminste, koken. We hebben lekker makkelijke happies. Lekker. Nou, Maud en ik hebben lekker even gegeten. En we gaan zo naar het vliegveld. Want we gaan Jos, een van onze vrienden, hier uitzwaaien. Want die gaat vanavond helaas alweer naar huis toe. Dus die gaan we dan eventjes uitzwaaien op de airport. En verder, we hebben niet echt planning, hè, vanavond? Nee, maar ik heb wel zin in. Ja, ik ook wel. Ja, we moeten even kijken wat we verder gaan doen. Het is vandaag dinsdag en ik heb eigenlijk nog niks gefilmd vandaag. Maar goed, ik ben nu thuis. Ik kom net thuis, we hebben bij die gasten gegeten, maar ik was zo moe als ik naar huis. Maar er zitten dus twee kakkerlakken in de badkamer. En ik vind het zo eng. Echt, als er iets is wat ik haat, zijn het kakkerlakken. Oh, ik zie ze daar. Kijk, daar loopt er eentje. En oh, die ander loopt daar. En ze komen dus waarschijnlijk uit het doucheputje. Maar we hebben dus ik kan nergens die kakkerlakspray vinden. Want we hebben dus van die spray. Voor kakkerlak, maar ik kan ze niet vinden. En ik ga heel snel mijn pil pakken. En dan ga ik uit deze badkamer. Dan kom ik er niet meer in. En dan wacht ik tot Eve thuis is. En dan gaan we samen met de kakkerlakspray ook. Dag kakkerlakjes. Die kakkerlakspray zoeken. Maar ik heb net met Eve op de FaceTime al geprobeerd naar die spray te zoeken, maar we kunnen het gewoon niet vinden. Dat is heel raar. Gelukkig slapen wij boven en komen kakkerlakken niet heel erg makkelijk deze trap op. Dus dat scheelt me dan ook wel weer in relief. Dat ik wel, als ik daar boven lig, veilig lig. Dus ik ga heel gauw naar boven naar mijn bed toe. En wachten tot Eve thuis komt. Goedemorgen. Het is vandaag... woensdag. Ik ga even mijn bikini's pakken. Wat zal ik vandaag aantrekken? Ik doe mijn roze bikini aan. Vandaag heb ik heel veel zin in. Want ik ga gezellig met Vee eerst eventjes naar Beachvine. Dat ik even een armbandje laten maken. En ik moet even naar de Pearl en Vee ook. Want ze zijn allebei op onze bril gaan zitten. Dus allebei onze pootjes van onze brillen, die zijn een beetje uitgebogen, zeg maar. Dus die willen eventjes gaan stellen. En naast de Pearl zit de DA. En dan kan ik even wat spullen halen voor meteen. En dan gaan we daarna lekker bij Windsock liggen. Helemaal zin in. Het is nog niet super lekker weer volgens mij. Ja, het zonnetje schijnt wel, maar ook wel veel bewolkt. Feest over ongeveer 3 kwartier. Hier, dan haalt ze mij op, gaan we gewoon op 1 scooter. Lekker ervandoor. Ik heb me omgekleed klaargemaakt. Tenminste, klaargemaakt is heel goed hoor. Ik heb een heel klein beetje mijn haar gekruld. Want ik wil even een foto maken straks met deze outfit. Dus ik heb dit aan. Zo, dit is een blouse van Naked. En dan kan een riempje omheen. En dan doe ik mijn laarzen proberen aan te trekken daar. Dat vind ik zelf wel leuk voor een foto. Dus... dit is wat ik dan nu aan heb. En dan, ja, dat eigenlijk. Want waar ik de foto wil maken, dat is heel erg dichtbij Beach Vibes. Dus dat is perfect. En het weer is ook perfect voor een foto. Het ziet er misschien niet perfect uit. Maar op plekje waar ik foto wil maken,
daar is het dus niet heel mooi als er heel erg zon op staat. Dan wordt het daar heel erg wittig over licht. Dus ik vind het eigenlijk wel fijn dat het zonnetje niet schijnt. Dan kan ik perfect daar die foto gaan maken. Dus even wachten tot 2 uur is. Over 20 minuten ongeveer is het er. Dus ik krijg ze dan nog wat eten. En dan ben ik helemaal ready to go. Heerlijk. Love it. Wind. Ik hoor er geen fuck van. Wij liggen lekker bij Windhoek. Hey, hoi. Hallo. Ik weet niet of je überhaupt iets kan horen van mij, want de wind is echt hard soms. Maar goed, we gaan hier lekker liggen en dan vanavond gaan we een patatje halen, toch? Ja. En Maaike vroeg of we daarna een drankje kwamen doen. Waar? Gewoon Havana, denk ik of zo. Ja, is goed. Lekker. Dus dat is de planning. Mijn camera is vies. Het is 7 uur en ik ben aan het klaarmaken. Ik ga zo meteen even met Vee eten. Ik twijfel een beetje aan, want ik heb nu dit aan. Maar ik weet het niet helemaal. Ik vind de blouse echt heel leuk. Het is trouwens van Lovies. En mijn broek is van de H&M. Maar ik vind het op elkaar niet zo leuk. Maar ik weet niet echt wat ik anders op het blouse aan moet. Of eronder meer. Ik twijfel een beetje. Want ik voel me, kijk, ik vind het op zich leuk zijn. Maar ik voel me wel een beetje moeder van 35 die haar kind gaat ophalen van school. Maar het is gewoon koud buiten. Dus eigenlijk wil je ook dit. Want het is lekker warm. Oké, okay, ik ga toch veel voor deze outfit zo. Want het zit gewoon het chillste. En is het minst koud. Dus dit is de outfit voor vanavond. We gaan eerst eventjes gaan ik wat eten snel. Ik denk dat we bij de snackbar even wat lekker wat gaan eten. En dan gaan we daar een drankje doen bij Havana als het goed is. Dan komt Maaike ook, want die is klaar dan met werken. En Madelief en Maud komen dan ook. En Eve komt ook. En ik denk de gasten ook wel. Dus het wordt helemaal gezellig, frikandel. Morgen, het is vandaag donderdag. Zo, ga je goed. Pak even een pleister. Maar goed, ik ga zo even lekker ontbijten met Maaike en Vera bij Luciano's. Want daar hebben ze gewoon lekkere paninis. We willen ook eventjes wat fotootjes gaan maken vandaag. Dus ik heb een aantal spulletjes mee waarvan ik wel leuk vind om een foto mee te maken. Ik ga nu even een schone pleister erop doen. En ik moet ook eigenlijk even extra pleisters mee. Want ik mag dus eigenlijk er niet mee in water. Tenminste in de zee en zo. Voor een paar foto's die ik wil maken. Moet ik toch echt het water in. Ik wil dan wel pleisters hebben zodat ik daarna gelijk kan. Oh, hij is helemaal droog. Wat goed. Ik zal je besparen hoe het eruit ziet. Dat is namelijk iets minder. Meer een mooi hoesje op het teentje. Ik ga gewoon allemaal extra pleisters meenemen. Zodat ik straks gewoon als ik klaar ben met foto's dan kan ik er een nieuwe pleister op kan doen. Ik ga eventjes mijn haren doorworstelen. Ik heb nu een heel simpel outfitje aan. Deze bikini van Bayou. Shirt van Off-White. Broekjes van de Zara. En mijn Havianas heb ik erbij aan. Een paar dingen mee waar ik een fotootje mee wil maken. Nou, het is inmiddels 5:30 en ik ben thuis. Ik heb het even snel gedoucht. Ik heb mijn haar niet gewassen. Want dat zit in principe nog wel oké. En wij gaan vanavond uit eten met z'n allen. Omdat het vanavond Maud haar allerlaatste avond is. Morgen vliegt ze naar huis. Echt zo jammer. Maar hij zit er ook nu al 5 maanden. Dus ik snap dat het voor haar ook wel lekker is om weer lekker naar huis te gaan. Mijn neus is nog steeds aan het vervullen. Want ik heb vandaag echt super leuke foto's gemaakt en niks gefilmd. Sorry daarvoor. Maar vanavond kan ik wel leuk filmen. Want we gaan dus lekker met de meiden uit eten. En we gaan bij La Cantina eten. Daar hebben we eigenlijk bijna allemaal nog nooit gegeten. Dus dat is op zich wel leuk dat we daar met z'n allen gaan eten. Het enige kut is dat we pas om 8:30 gaan. Het is nu 5:30. En ik heb al gedoucht. De vraag is wat ga ik doen. Ik kan even nog lekker in bed gaan liggen. Lekker een filmpje kijken of zo. Ik denk dat ik dat wel even gewoon lekker ga doen. En dan lekker daarna klaarmaken en zo. Ik heb nu nog gewoon even een chill shirtje aan. Deze is van Balenciaga. En ja, dat eigenlijk. Ik heb me omgekleed en klaargemaakt. Ik dacht, ik doe eens een keer make-up op. En ik heb hier helemaal zonder uitslag. Het is zo lelijk, maar goed. Kan niet wegtoveren. Dit is wat ik nu aan heb. Een bandeau top. Ho. Dit gaat even helemaal niet goed. Een bandeau top. Deze is van de H&M volgens mij. H&M Divided. Deze broek is ook van de H&M. En dan heb ik dit gebreide vestje erbij aan. Want ik heb het altijd koud. En
Dit is eigenlijk echt een ziek koude outfit. Dus waarschijnlijk loop ik de hele avond zo. Maar ja. Ik heb een beetje make-up opgedaan. Ik heb even nu mijn haar strak naar achter. Want ik weet gewoon niet wat ik met mijn haar moet doen. Dus ik dacht, dan doe ik het maar even lekker zo. Dan kan ik het altijd los doen wanneer ik het los wil doen. En ik moet nu nog een uur wachten voordat ik weg kan gaan. Hoppa. Even snel wat eten wel, want ik heb echt heel erg veel honger. Dus ik ga nu snel wat eten. Dan kan dat laten zakken. En dan als ik ga uit eten, dan heb ik weer honger. Zeg maar. Met de voetjes zo lopen. Stap. Jongens, we zijn bij La Cantina. Het is normaal hier, laatst. 9:30 en we hebben nog niks gegeten. Ja, de laatste avond. Half tien al. En ik heb nog eens open. Ja, lekker. Dankjewel. Cola. Maar mijn moeder. Nou, de meiden hebben al hun eten. Zo, die pret is van jou. Hij is mooi, hè? Ja, dankjewel. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En leuk lookje dit. Ik zet even mijn zonnebril op. Ik ga er vandoor. Want we gaan met z'n allen een tattoo zetten. We dachten dat was wel leuk met z'n allen te doen. Aangezien een beetje als afsluiter, aangezien iedereen nu een beetje weggaat. Maud zou eigenlijk vandaag vliegen, maar door de storm in Nederland, want er is een Nederlandse storm nu, is haar vlucht gecanceld en vliegt ze nu dus morgen. Maar goed, een beetje als soort van afsluiter met z'n allen gaan we een smiley op onze enkel zetten. En mij maakt het dus eigenlijk helemaal niet echt uit wat ik hem op mijn lichaam gooi. Dus een smiley vind ik wel grappig. Ik ga nu er vandoor. Oh, het heeft geregend. Gadverdamme. Maar het is nog best wel vroeg. Het is 9:15. En we gaan hem nu dus zetten. Want dit was de enige plek die hij nog had. Dus ja. Goed. Ik ga rijden. Zaterdag. En oh ja, zaterdag. Ja, ik zat natuurlijk eigenlijk, het is toch vrijdag. Ja, dat dacht ik ook. Oh. En ik ben met mijn Maud. En she's going home zometeen. En I'm not mentally ready for that. So, we gaan nu even haar scooter inleveren. Zo, gaan we nog. En dan, het is fucking heet hier, want over het hele eiland is de stroom uitgevallen. Echt al sinds 11:30 of zo. Echt al heel lang al. Dus ze mogen van mij best wel gewoon opschieten nu. Want de airco doet het dus niet, niks doet het, licht ook niet, wifi doet het niet. Drama. En je hebt hier... Oh, ik dacht even dat ik de airco hoorde. Op het eiland kan je hier ook geen 4G gebruiken. Dus koos wifi loos. En ja, we gaan die scooter inleveren. Dan gaan we daar naar Maud. Nog heel even daar opruimen, laatste dingen doen. En dan komen die gasten... Wout opladen voor de koffer. En dan rijd ik door op de scooter, op mijn scooter achteraan. Ja, de benzinepomp is dus ook dicht, omdat de stroom er niet is en mijn tank is bijna leeg. Dat zal... En je moet vol tanken voor... En Wout moet hem eigenlijk vol tanken voor terugbrengen. En wassen, maar het kan allemaal niet. En wassen, maar het kan allemaal niet. Nou, doei. Ja. Boeien. Ja, dag. 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 Ga maar door. Waar gaat ze? Waar gaat ze? Weg. Oh, mis je Flufu? Nee. De handrem niet op de auto gezet. Ja. Dus toen is zeg maar de auto helemaal naar voren gerold tegen rots aan. En ze moeten morgen deze auto inleveren. Dus... Hey! Opa! Maar... Ik vind het heel eng. Ik vind het allemaal. Ik vind het heerlijk. En als we nou een ongeluk maken? Ja, nou, dan ben je wel goed gegaan. Toch? Zie je er gewoon? Breng mijn rug gelijk.
Het is vandaag zondag. En Eve en ik zijn eventjes in het appartement waar je mamsie en haar oomie gaan verblijven. Want die gaan we straks ophalen van het vliegveld. Die zijn komen hier. Voor hoe lang kom je? Volgens mij 15 dagen. Oh, lekker. Ja. En dan zitten ze dus hier en check dit uitzicht. Op de water. Een meter op klein. Zo fucking mooi. Ook echt mooi met die zon die nu een beetje ondergaat. Ja. Heel erg mooi. Heel mooi. Dus ja, we gaan eventjes eten nu. We gaan sushi eten bij een nieuw sushi tentje. Hoe heet het nou? Sakura. Sakura. En dan gaan we daar naar het vliegveld en dan gaan we ze ophalen. Superleuk. Dus. Wij gaan er zo vandoor. Jeetje, wat een licht. Soja. Oh ja, die krijgen we ook nog, hè? De soja. Soja krijgen. Wauw, helemaal mooi. Ik zou nog even wachten, Roos. Er komen nog twee rollen aan. Ja, maar dit is gewoon een beetje toch. Maar dit is niet genoeg. Nee. Maar goed, goedemorgen. Het is vandaag maandag. Het is 11:30 en ik ben net wat wakker. Maar deze dag hoort niet meer bij deze weekvlog. Dus ik ga hem wel gelijk afsluiten. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan ook nu mijn volgende video weer te zien. Oh jeetje. Doei.